ben ik ongeveer 10 jaar met pensioen. Dat is ongelooflijk hoe dat het is, dat pensioen. Als je weet je bezig te houden, is dat de beste dat ik kan voorkomen. Maar wat ik me vooral bezighoud, ik moet eerlijk zeggen, eerst mee lang te blijven slapen. Ik sta altijd maar op rond 10 uur. Dat is een beetje mijn. Dus tegen mijn dagblad, kruiswoordraadsels die erin staat en dergelijke meer, tegen dat ingevuld is, is toch klaar voor het aperitief. En dan eet ik. En als ik iets werk, dan begin ik om 2 uur te werken. Tot 5 uur. Dat is ook. Van 2 tot 5 wil ik iets doen. Dus wat doe ik dan? Meestal in mijn hof. Ik zeg het, vroeger ging ik veel gaan fietsen met mijn vrouw. Maar nu is dat een klein beetje stilgevallen. En nu beginnen we een beetje terug met de zon. En gaan we wel meer gaan fietsen dan ik in het terrasje doen. Ik ben twee dingen kweek ik, sla en tomaten. Als je tomaten mee bezig zit, moet je er dagelijks mee bezig zijn, want ze moeten altijd worden en dergelijke meer. Die sla, ik plant zelf de zaadjes. Ik ga niet zeggen dat ik daar mijn dagen kan mee vullen, dat is zo niet, maar bijvoorbeeld ik moet wekelijks mijn pelouse afrijden, mijn moeders pelouse, en dan nog van een kameraad rij ik ook mijn pelouse af. Dus dat is ook al de namiddag die gevuld is met gras afrijden. Ja, dat is hier vooral een hoekje van mij dat ik hier aangelegd heb. Op de koudere avonden zet ik mij hier op mijn gemak in mijn zetel. Met mijn pintje. Ik kan hier ook mijn barbecue dichtbij staan. Met een pistoletje en worstje. En ik kan dat hier afsluiten, heel afsluiten. Dat is hier prachtig voor de zetten. Ze zeggen altijd, als je in de politiek wil gaan, moet je zot zijn. Eigenlijk is het wel een beetje zo. Maar het eigenaardige van het spel is, eens dat je erin zit, raakt er moeilijk weer uit. En dat is iets, een microbe, ja. Je kunt dat moeilijk uitleggen, maar in de politiek, ik kan me geamuseerd in de politiek. En nu ben ik nog gewoon in de OCMW-raad. Ik ben nu ook al bijna 70, dus ik moet zeggen, de volgende legislatuur ben ik dan 73. Ik ga misschien nog een keer voorstellen, misschien, want mijn vrouw dat ook toelaat. Maar anders zal mijn politieke carrière denk ik wel op een einde lopen, kan je zo zeggen. Ja, dat is nu ongeveer meer dan een jaar geleden, uiteraard door de corona-perikelen, dat ik hier op dat stadion geweest ben. Dat is een van de mooie dingen van het internationaal geweest zijn. Als ik 35 interlands gespeeld heb, zei de erelid van de Belgische Voetbalbond, en krijg je dan ook een gratis abonnement. Buiten vroeger, als je spreekt van in mijn tijd nog, is het allemaal veranderd. Vroeger was er een grote atletiekclub. En met uiteraard een looppiste, maar natuurlijk ook dat van vandaag looppistes rond een voetbalterrein, dat is ook niet meer in. Maar ja, moet zeggen, mijn tijd, dat is ook al intussen al een jaar of 35 geleden. Hè. Bij ons was dat gras met modder, oneffen. Pas op, nu is er iemand die speciaal aangesteld is voor dat terrein, die er alle dagen mee bezig is. Maar in onze tijd was dat allemaal, ja, amateurisme. Ik moet eerlijk zijn, voor een ploeg like Zulte Waregem is dat hier een schoon, een mooi en een aangenaam stadion.